Wat is leven? Duizenden jaren lang kwamen antwoorden op deze vraag vooral van religie. Leven is door God gegeven. Sinds de laatste eeuw worden vragen rond leven en dood steeds vaker beantwoord door de natuurwetenschap. Het DNA vertelt over onze evolutionaire afkomst en bevat informatie over leven en dood, zoals de gevoeligheid voor bepaalde ziekten. Genetisch onderzoeker Siska Wijminga speurt naar dit soort aanwijzingen in het DNA. Nou, DNA is de drager van ons erfelijk materiaal en daar ligt voor een deel alle eigenschappen in vast die wij hebben. Dat betekent hoe lang we worden, hoe we eruit zien, onze huidskleur, de kleur van onze ogen, maar ook onze gevoeligheid voor ziektes. Maar gelukkig is het zo dat er altijd nog een soort samenwerking plaatsvindt met de omgeving om je heen. Dus met wat je eet, hoe je leeft. En uiteindelijk die combinatie van factoren, wat vast ligt in je DNA en je leefstijl, dat bepaalt uiteindelijk hoe dat tot uiting komt. DNA bestaat uit ruim 3 miljard bouwstenen. En daar kunnen wel eens gebreken in voorkomen. Hele grote fouten zijn zeldzaam, maar betekenen wel dat de kans op een ziekte bijna 100% is. Kleine gebreken komen vaker voor. Op zichzelf zijn die niet zo erg, maar hebben we veel van die kleine foutjes, dan verhoogt dat de kans op ziekte. In sommige gevallen kunnen fouten in het DNA gerepareerd worden. Ja, dat kan wel. Dat is niet makkelijk. En dat zullen we eigenlijk alleen maar kunnen doen bij die grotere fouten. Want daar is het vaak één grote fout en dan word je ziek. En er zijn intussen al technieken om dat te repareren. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de spierziekte van Duchenne. Maar dat zal nooit op hele grote schaal gebeuren, denk ik. Hoewel je natuurlijk nooit weet waar de techniek ons toe in staat stelt. Voor de meer complexe ziektes, waarbij je heel veel van die gebreken hebt, zal dat niet zo snel gebeuren. En zal je het meer moeten hebben van het veranderen van je leefstijl bijvoorbeeld. In 2006 is in Noord-Nederland onder leiding van het UMCG een groot bevolkingsonderzoek gestart. Lifelines. Gedurende 30 jaar worden van 165.000 mensen gegevens verzameld over hun DNA, hun leefwijze en hun gezondheid. Met als een van de belangrijkste vragen: waarom ontwikkelt de een op jonge leeftijd een chronische ziekte en wordt de ander gezond oud? We kunnen daar meerdere dingen mee doen. We kunnen proberen te begrijpen hoe ziektes ontstaan en misschien betere geneesmiddelen ontwikkelen. Het kan ook zijn dat we beter inzicht daardoor krijgen in wat is nou die interactie tussen het hebben van een bepaalde genetische variatie en andere factoren. Hoe beïnvloeden die elkaar? En als je dat weet, dan kan je misschien ziektes voorkomen door daaraan te gaan werken. Dus preventie zal een hele belangrijke manier zijn om genetische informatie te gaan gebruiken. Het is nu zo dat mensen heel veel jaren ongezond doorbrengen, omdat ze allerlei chronische aandoeningen hebben en ouderdomsziektes. En als je die kan voorkomen of vertragen, ik denk dat dat enorm veel gezondheidswinst oplevert, maar ook heel veel winst voor het individu. En het zou natuurlijk mooi zijn als je heel kort ziek bent en dan overlijdt, in plaats van een lange lijdensweg.